op deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je in de titel hebt kunnen zien heb ik voor vandaag weer een verzamelshopvlog van de maand februari. Het is me weer gelukt om een aantal dingen te verzamelen buiten de shopvlogs om die ik hier her en der om me heen heb liggen. En ja, jullie weten het ondertussen, ik wil dat graag met jullie delen. Dus als je benieuwd bent wat ik heb geshopt in de maand februari, blijf dan vooral kijken. Vergeet niet om deze video vast een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, en dan gaan we snel beginnen. Ik heb hier dingetjes liggen van de Douglas, van Shein, van de Primark, de Brie, noem het hoe je het wil. Van de Action en ik heb nog wat dingen van Shein liggen. Dus heb ik dat al gezegd? Volgens mij wel. Kruidvat heb ik er ook nog toevallig liggen. Dus we gaan gewoon snel alle spulletjes erbij pakken. En dan wens ik in ieder geval heel veel kijkplezier. 14 februari is het natuurlijk Valentijnsdag geweest. En ik ben gewoon van mening, je moet de liefde iedere dag vieren. Maar toch, ja, ook ik zwicht daar een beetje voor. Ik vind het namelijk wel heel belangrijk om mijn partner gewoon net even wat meer in het zonnetje te zetten op die dag. En we hadden afgesproken om niks voor elkaar te halen. En ja, daar kunnen we ons dan toch beide niet aan houden. We kwamen toch met allebei een cadeautje voor elkaar thuis. En ja, een stukje waardering. Ik moet zeggen, ik heb heel veel lief en leed gedeeld met mijn partner. Ik ben al bijna 13 jaar samen met hem. En ja, op zo'n dag, weet je, wat ik al zei, ik vier iedere dag de liefde met hem. En ik vertel echt iedere dag dat ik van hem hou en dat ik heel blij met hem ben. Maar toch, om hem dan net even in het zonnetje te zetten, ja, ook ik doe daar gewoon aan mee. Nou, Jorg kwam met iets thuis, laat ik ook gewoon in deze video zien. En dat had helemaal niet geholpen, maar achteraf gezien ben ik er wel echt super blij mee. Hij kwam namelijk thuis met een pakketje van de Douglas. En ik had zoiets van, schat, we hadden afgesproken niks voor elkaar te doen. En hij zegt, ja, maar je had ook iets voor mij gehaald, dus ik heb ook iets voor jou gehaald. Nou, je kunt het misschien al zien, Rabanne, ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Maar hij kwam dus met dit geurpakket thuis. En het is echt een flinke, zware doos. Het valt wel mee qua inhoud, maar ik vind die verpakking echt schitterend. Als je nog een keer een cadeautje aan iemand moet geven, ja, dan is dit eigenlijk gewoon super tof. Of als een opbergdoosje zou het ook nog gebruikt kunnen worden. Het was wel even een dingetje om hem open te maken. Nu weer. Kijk, zodra je hem openmaakt is dit de inhoud van het pakketje. En dan krijg je het geurtje Lady Million. En je krijgt er een hele lekkere bodylotion bij. En ik heb al een aantal jaar een aantal favoriete geurtjes. En dit is er eentje van. Dus als mijn geurtje dan weer een beetje op begint te raken. En Jorg die is op zoek naar een cadeautje. Komt hij eigenlijk altijd met dit thuis. En hier ben ik eigenlijk altijd super blij mee. Deze is volgens mij 50 milliliter. Ik heb 9 van de 10 keer de 30 milliliter. Dus ik kan voorlopig eventjes vooruit. Deze heb ik nog nooit geprobeerd. Maar ja, een bodylotion, ja, weet je. Leuk formaat ook. Kan altijd mee onderweg. Is wel altijd fijn als je bijvoorbeeld heel eventjes... Ja, zeker omdat er zo'n lekker geurtje aan zit als je je even wil opfrissen of zo. Ja, ik ben hier echt super blij mee. En we gaan meteen eventjes inhaken op het stukje Valentijnsdag. Want ik laat ook meteen even mijn cadeautje zien. En dan laat ik ook meteen even mijn geshopte items van de Action zien. Ik had als allereerste nog een heel lief kaartje voor Jorg geschreven. Kaartjes, ja, ik haal die eigenlijk altijd bij de Action. Ik zal hem heel eventjes aan de voorzijde laten zien. Kijk. Dit is toch super leuk als je dit zo zou krijgen van iemand. Ja, ik zou daar heel erg vrolijk van worden. Gewoon een heel mooi kaartje. Die zijn ook echt super goedkoop bij de Action. Ik heb er dadelijk nog eentje. Ja, als ik er eentje nodig heb. Of dat het nou voor een verjaardag is. Of voor mijn innige deelname. Voor gewoon zomaar. Zo'n liefdeskaartje, noem het maar op. Ik ga eigenlijk altijd naar de Action. Maar ik ging eigenlijk ja, voor iets heel anders naar de Action toe. Maar ik weet dat Jorg al een aantal keer heeft gekeken op internet en ook al een aantal keer naar gevraagd heeft. Die wil heel graag zo'n massageapparaat. En toevallig liep ik er tegenaan bij de Action, deze massagegun. Jax denkt dat het een echtgeweer is. Of ja, een echtgeweer die loopt heel de dag gewoon pieuw 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 te doen. Ja, hij is al open, maar ik laat nog even de verpakking nog aan jullie zien. Maar het is echt een heel fijn ding. Het is een heel zwaar apparaatje ook, dus het is ook echt wel van goede kwaliteit. Je kunt hem opladen. Als hij opgeladen is, gaat hij 2 uur mee. Er zitten verschillende koppen bij. En kortom, ja, dit was gewoon iets. Jorg zegt ook van, als ik het dan een keertje wil proberen, dan heb ik liever dat ik dit gewoon probeer. Bevalt het, dan kan ik altijd nog voor een dure gaan. Bevalt het niet, dan hebben we er natuurlijk ook niet ons geld aan weggegooid. Maar we hebben hem al een aantal keer gebruikt. Jorg is er blij mee. Ik ben er blij mee, want het is inderdaad een heel fijn ding. Je krijgt er ook de koppen bij die erop staan. En deze was maar €14,99. Dus ook echt super betaalbaar. En er stond zelfs bij, als ik het goed zei, dat je ook de oplaadbare batterij kon verwisselen. Mocht die ja, op een gegeven moment gewoon op zijn. Dus ja, dan kun je er ook gewoon lekker lang mee doen. En voor daarbij kocht ik ook heerlijke massageolie. Ik weet niet zo goed of dat het een idee is om dat in combinatie te doen. Omdat vooral die ronde kop bevat stof. En ik geloof niet dat je dit dan in combinatie met dat stoffen kopje moet doen. Maar de andere koppen zijn allemaal van plastic. Voor jou leg je dat uit. Dat kun je gewoon afnemen. Ik heb het nog niet in combinatie gebruikt. Maar ik dacht, hoe leuk is dit? Massageolie. Ja, wij vinden dat gewoon fijn om elkaar ook wel eens te masseren. En deze, ja, dit was gewoon sowieso al die verpakking fantastisch. Ik heb van deze lijn al meerdere producten gehad in huis. En dat was volgens mij een scrub en een bodylotion. Je hebt hier ook zo'n hammamgeur van. Ja, wat is zo'n eucalyptusgeur voor... die ze bij Rituals verkopen. En dat is super fijn als je verkouden bent. En dit is de coconut scent. En ja, hij is super lekker. Ik heb hem al een aantal keren gebruikt. Een hele fijne geur. Het is ook geen olie als je die opsmeert. Dat je daarna het idee hebt dat je in de oven wordt gelegd om lekker aan te branden. Het is echt een hele fijne olie. Hij trekt lekker in. 600 milliliter kun je ook eventjes vooruit. En als ik het goed zeg was dit €2,50 of zo. Dus echt super goedkoop. Ik heb ook nog iets voor de kindjes gehaald voor Valentijnsdag. Ik laat zo meteen eventjes beelden zien. Want ik kan het ja, als ik het hier optil ben ik bang dat heel de tafel en dadelijk ook heel de bank onder zit. Ik had namelijk voor de kinderen van die tuintjes gekocht. En dan had je een dino tuintje, je had een safari tuintje en een boerderijtuintje. En dan heb je er ja, een bakje in zitten. En daar kun je dan je eigen... kruiden of groenten in kweken. En in deze bakken zit tuinkers. En de kinderen vonden het super leuk. Er waren €1,89. Ik zag het voorbij komen op social media. En wat ik al zei, ik laat eigenlijk eventjes wat beelden zien van de dino-tuin van Jax en van de safari. Ja, park van Liv. Echt super leuk, echt super budget. En de kindjes vinden het ook super leuk, want ja, bij een paar zijn er al wat ja, stengeltjes uitgegroeid. En mocht het zo zijn dat je het niet meer gebruikt, kun je er natuurlijk ook andere kruiden of andere ja, kleine plantjes inzetten. Heb ik nog een kaart gehaald, wat ik al zei. Ik haal heel graag de kaarten bij de Action. Deze heb ik voor een verjaardag gehaald. Happy birthday, superleuk, 69 cent. Ja, ik vind toch altijd zo'n persoonlijk kaartje. Je kunt bijvoorbeeld als iemand zegt, ik wil geld voor mijn verjaardag wel zo geld in de hand geven of een tikkie maken. Maar ik vind dit gewoon net even wat persoonlijker. En ook als je bijvoorbeeld wel een cadeautje hebt, dan vind ik dit gewoon net wat leuker om te geven. Ja, en ook deze vond ik echt super leuk. En als laatste wat ik had bij de Action, en ik had het eigenlijk nog helemaal niet nodig. En ik had me er ook wel een heel klein beetje in vergist. Ik vind ze overigens wel heel erg leuk hoor. Ik had namelijk deze houten... paasfiguurtjes gevonden. En dan krijg je een konijntje en 2 paaseieren en je krijgt hier een vogeltje bij. Ik heb in het verleden ook de kerstpoppetjes gehad. En ik dacht dat dit hetzelfde was. Maar ja, zoals je kan zien zit er overal een touwtje aan. Maar ondanks dat vind ik ze wel super leuk. En ja, kom ik wel tot een idee om deze te gaan gebruiken. 4 stuks, 99 cent. Doe je ding mee. Dan heb ik ook nog iets van Shein hier liggen. Ik heb laatst natuurlijk een pashokje shoplog at home opgenomen van Shein. Het was ik helemaal vergeten om dit item nog even met jullie te delen. Ik had namelijk voor carnaval, voor bij mijn outfit, nog een tasje nodig. En ja, bij Shein vind je juist echt de lelijkste, maar ook de dingetjes die je gewoon echt nodig hebt voor zo'n outfit. En ik had een aantal tasjes besteld. En dit is uiteindelijk het tasje geworden. Ja, wat ik heb gebruikt. Ik heb hem eigenlijk zo geknoopt dat hij gewoon als een buiktasje gebruikt kon worden. Want ik vond dit, als ik hem zo om zou doen, was hij gewoon net te kort. Maar ja, super leuk. Super zacht ook. Heel fout. Maar het paste gewoon helemaal bij mijn outfit. Deze was nog geen €3. En ja, weet je... voor die paar keer in het jaar dat ik hem gebruik, vond ik het eigenlijk gewoon een prima ding. Er zit een rits aan de achterzijde. Ja, er zitten toevallig allemaal nog props in die ik van carnaval erin heb gepropt. Het is geen heel groot tasje, maar mijn telefoon paste erin. Mijn pasjes paste erin. Mijn oude sleutels pasten erin. En dat was eigenlijk voor mij meer dan voldoende. Dus ja, hadden ze ook in verschillende kleuren. Maar ik ben voor rood gegaan, omdat ja, rood wel het overgrote gedeelte was wat in mijn outfit voorbij kwam. Dus die wilde ik nog heel even met jullie delen. Dan ga ik er de dingetjes ook maar eventjes meteen bij pakken van de Primark. Want die waren ook voor mijn carnavalsoutfit. Eén van die dingen was deze hele toffe strik. Ik had namelijk een outfit dat ik zo'n out-of-bed look had. Dus ik had zo'n nachtjaponnetje en dan met zo'n kimonootje eroverheen, pantoffels en dat tasje erbij. Op die kimono's stonden allemaal hartjes, dus ik had een harte tasje en harte oorbellen. En ik had ook een slaapmasker, alleen ik had dat setje al een keer gekocht voor een feest. En ik merkte gewoon dat iedere keer dat slaapmaskerje, dat is van dat satijnen en er zit zo'n elastiekje, dat glijdt de hele tijd uit mijn haar. Dus ik dacht, oké, ik kan dat slaapmasker op mijn hoofd doen. Maar ik wil eigenlijk mijn haren ook een deel vast doen. Want met carnaval is het gewoon warm in de kroeg. En ik droeg allemaal van die polyester materialen. Dus ik had zoiets, dan wil ik eigenlijk zoveel mogelijk haar uit mijn nek hebben. En toen kwam ik iets tegen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dit voor carnaval leuk. Maar ook gewoon voor daarna. En dat is natuurlijk deze strik. Op het moment zie je het veel voorbij komen op social media. Ik vind het echt super leuk. Ja, hij is een beetje vies geworden, dus ik moet hem nog schoonmaken. Maar dit is gewoon een hele grote strik met zo'n clip aan de achterzijde. En ja, die heb ik dus in zo'n half staartje gedaan en dan die clip erin. En ik heb echt superveel meiden zien lopen met carnaval, allemaal met zo'n strik. Niet per se deze, maar bijvoorbeeld met kleurtjes of met pailletjes. Maar ik dacht, ik ga eigenlijk gewoon voor zwart, want dan kan ik dit na carnaval ook gewoon dragen. Ik voel dat wel. Ik vind dat een heel leuk stijltje. Dan kun je toch, als je een hele stoere outfit hebt en je doet deze dan in je haar, maak je het toch weer wat lieflijker. Ik heb ook zo'n scrunchie met een lint eraan vast. Maar dat is het gewoon iedere keer net niet. En dit is gewoon echt super fijn. Ze hadden ook gewoon alleen het lint, dus zonder de klem. Maar ik denk, ja, dan sta ik daar ook allemaal mee te pielen. Laat mij maar gewoon voor gemak gaan. Deze was €4. Vond ik best wel betaalbaar voor zo'n strik. Want ja, ik kom ze ook wel eens tegen en dan zijn ze een stuk kleiner. En dan voor hetzelfde bedrag. En dit is, ja, zoals je kan zien, best wel een riante strik. En het laatste item. Ja, ik heb het nog niet schoongemaakt. Laat ik dat even voorop stellen. Ja, ik heb toevallig ook nog mijn nagels niet afgehaald, zoals jullie kunnen zien. Dus let er eventjes niet op. Maar deze moeten nog even in de wasmachine. Dus kijk er even doorheen. Ik had in eerste instantie bij Shein ook een aantal schoenen besteld. Ja, wat ik al zei. Ik had eigenlijk pantoffels onder. Maar ik zag dat gewoon in de kroeg niet zitten. Iemand kan op je teen gaan staan. Onder een pantoffel zit natuurlijk nul bescherming. Je kunt, ja, glas doen ze niet meer. Maar je kunt in iets gaan staan. En toen dacht ik, ik ga gewoon op zoek naar een paar schoenen voor een leuk bedrag die ik dan kan dragen. Ik had voorheen altijd speciale carnavalschoenen. Waren mijn lakboots. Maar ja, op een gegeven moment, die had ik zo vaak schoongemaakt. Die had ik zo vaak gedragen. Dat lak ging er gewoon vanaf. En ja, de gaten begonnen er gewoon in te vallen, dus die heb ik vaarwel gezegd. En ik heb nieuwe schoenen gekocht. Bij Shein had ik ook een paar besteld, nou dat was het gewoon niet. En toen liep ik heel spontaan bij de Primark tegen deze aan. Ze waren ook nog eens afgeprijsd van €8 voor €4. Het is precies de juiste kleur roze, ook van de kimono en ook van het slaapmasker. Ja, wat ik al zei, ze zijn een beetje vies. Maar ik weet zeker, als ik deze heb gewassen, kan ik die daar ook gewoon in het voorjaar doordragen. Ik vind het gewoon hele fijne modelschoentjes. Het zijn eigenlijk neppe all-stars. Ik heb een maatje 39 en ik dacht, ja, voor €4, ja, echt geen geld. Dus die heb ik ook gehaald. Ja, wat ik al zei, ze moeten nog even schoongemaakt worden. Maar ik denk dat ik ze dan in het voorjaar wel veel ga dragen. Want ze zitten daarin wel super chill. En ik heb ook ieder jaar gewoon de zwarte van de Primark. En de ene keer koop ik dat met een plateauzool. En dit is toevallig een gewone zool. Maar ja, tipje van mij. Heel leuk, heel budgetvriendelijk. En ze zitten ook nog eens super lekker. Ga ik de laatste dingen van de Kruidvat er nog even bij pakken. En ja, jullie hebben ze misschien al eerder voorbij zien komen. Mocht je me langere tijd volgen. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, dan zie je deze waarschijnlijk vaker voorbij komen in mijn verzamelshoplogs. Want ik ben echt groot fan van de shampoo en conditioner bar van de Kruidvat. En vooral die van Nature's. Ik heb een tijdje geleden die van de Etos gedeeld. En op zich is het een heel fijn product. Ik kon alleen gewoon mijn draai niet goed vinden met die conditioner bar. Dus ja, dan heb ik zoiets van, oké, ik vond de geur wel heel erg fijn. En ik vond die shampoo bar ook heel erg fijn. Wat ga ik dan doen? Ja, dan ga ik toch weer terug naar mijn oude vertrouwde, ja, shampoo en conditioner bar. Deze zijn €4,99 per stuk. Is op zich best wel prijzig als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een normale shampoofles. Maar je doet er super lang mee. Ik was iedere dag mijn haar. Ik heb er wel eens vaak commentaar op gekregen dat ik dat niet moet doen. Maar dat zit gewoon tussen mijn oren. En voor mij voelt het gewoon goed. En dan wil ik gewoon niet te zware producten gebruiken. En dan is dit echt de uitkomst. Het ruikt lekker. Het is budgetvriendelijk. En het doet gewoon zijn werk. Dus die heb ik in ieder geval weer aangeschaft. Want ja, die van de Etos bijna op. En het is wel fijn dat ik gewoon weer een voorraadje in huis heb. Ook kocht ik van Kruidvat eigen merk de Face Tonic. Ik heb van de paarse lijn, en dat is de sensitive lijn, heb ik altijd micellair water. Maar ik vind deze gewoon het fijnste als het gaat om de tonic. Ik weet ook niet of dat die van die sensitive lijn überhaupt een tonic is. Maar deze is voor de droge en gevoelige huid. En dit vind ik gewoon super fijn. Heb ik mijn gezicht gedaan met micellair water. Dan doe ik deze altijd voordat ik de nacht- of dagcreme opdoe. Ik weet niet of dat de juiste routine is. Maar ik heb gewoon het idee dat dit gewoon net even wat meer mijn huid openzet. Zodat producten die ik erop smeer gewoon beter intrekken op een of andere manier. Hij is super budgetvriendelijk. Volgens mij 2 euro ergens tussen 2 en 3 euro. Bevat geen alcohol, het is zuiverend, kamille-extract, dus ik vind hem echt super chill. Heb ik ook nog voor mij en ook voor Liv deze Pure Control wascreme 3-in-1 gekocht. Dit was echt zo'n lijn wat ik vroeger heel erg gebruikte. Ja, eigenlijk heette dat de Youth lijn als ik het goed zeg, maar dat is wel hetzelfde concept. Zeker toen ik de leeftijd van Liv had, dan begint je huid gewoon wat vettiger te worden. Je begint wat puistjes te creëren. En dan zijn dit gewoon echt super fijne producten. Mijn was, mijn face wash voor de douche was op. En toen dacht ik, ja, ik ga deze gewoon gebruiken. Want die vond ik destijds ook super chill. En Liv gebruikte hem nou ook al een tijdje. Zij vindt hem ook heel erg fijn. Het is een face wash als ik het goed zeg. Er zit een scrub in en je kunt het als een masker gebruiken. Het is wel iets duurder. 3,49, 3,50. Maar vooralsnog eigenlijk ook heel budgetvriendelijk. En van deze lijn hebben ze ook nog hele andere producten. Maar ik zei tegen Liv, we beginnen gewoon hiermee. En mochten ze toch wat meer tallig gaan creëren. Ja, dan kan ik natuurlijk altijd de andere producten erbij gaan halen. Hij lekt een heel klein beetje, want ik heb hem toevallig al in gebruik genomen. Dus ik zet hem snel eventjes weg. En het laatste wat ik erbij pak is voor Jax. Deze was ook weer bijna op voor hem. Een wasgel 2-in-1 voor de haartjes en het huidje. Ja, ik vind het hele fijne producten. Wij hebben hier het zemelenbad van. Wij hebben hier de eucalyptus variant van de lavendelgeur. We hebben hier de bodylotion van. Noem het maar op. Eigenlijk bijna alles van die Kruidvat babylijn hebben wij. En dit, ja... Och, dit ruikt zo lekker, jongens. En het werkt. Jax vindt het fijn. Het ruikt lekker. Dus die. En die is volgens mij 1,99 als ik het goed zeg. Maar correct me if I'm wrong. En dan waren dit alle producten die ik dus voor de maand februari heb gekocht. Nu ik om me heen kijk, heb ik eigenlijk helemaal geen kleding laten zien in deze shoplog. Maar ja, ik heb natuurlijk de afgelopen weken ook genoeg andere shoplogs met jullie gedeeld. Dus het is nu eigenlijk voornamelijk wat producten, maar wel allemaal hele leuke en hele fijne producten. Ik ben benieuwd wat jij van deze video vond. Laat het me zeker eventjes in de reacties weten. Mocht je nog suggesties hebben voor andere leuke video's of merken die je graag wilt zien op mijn kanaal, dan laat dat allemaal in de reacties achter. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Vergeet dan niet om die duimpjes eventjes omhoog te doen. En je te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ga ik in ieder geval deze troep eventjes opruimen. Of ja, troep. Deze producten eventjes opruimen. En ja, dan hoop ik je volgende week weer te zien bij een nieuwe video. Doei!